Zijn eerste huis is aan de Archimedeslaan 16 in Utrecht. Vlak bij bushalte Rijnsweert-Zuid. Een gigantisch pand, 400 mensen, drugs, alcohol viert het hoogtij. En hoe heeft deze man zich staande weten te houden in deze boze, gevaarlijke wereld? Wat gebeurde er op dag 1? Nou, ik kwam binnen en meteen wilde ik weer weg. En ik liep naar mijn kamer en bestelde liquid food voor 2 maanden, zodat ik niet in de keuken hoefde. En plassen kon ik wel in plastic flessen. Heb je dat ook echt gedaan? Nee. Laat ik maar weer open vragen stellen. Misschien kan je dan wat meer vertellen. Ja, precies. Wat je denkt van Na een week voelde ik me best wel prima hier. Ik kreeg zelfs bakpapier toen ik het nodig had voor mijn diepvries pizza van de Albert Heijn. En later op het plein aten we het samen op. Ik ga je dan nog missen hier. Jitske, Isa en Nadir, Buk en Benno, ook Christina, Koen en Leo. Maarten Laurens en ook nog wel die gekke oude Manuel. Vond je hier het raarste dan? De man in de tuin die altijd buiten kwam, zodra ik ergens heen ging of 's nachts thuis kwam. Ja, van... ik zie hem ook altijd lopen. Hij heeft dat brilletje en hij heeft die snor en dat gele mutsje. Ja. Hij zat laatst ook bij mij in de bus, echt heel gek. Ik dacht dat ik de enige was die hem zag. Nee, ik zie hem ook. Hij bestaat wel. Wel druk de komende tijd, maar volgens mij ergens in mij rond deze tijd spelen we met Moon 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 dat Goodbye Archie liedje op de Archiefest of zo. En Isa zingt dan ook mee, als het goed is. En hoe eindigen we dit lied? Met een bedankje aan Anahi.